Emiel Hendricks, dit is jouw 9e jaar als directeur springsport van het CHL Rotterdam. Het is ook je laatste jaar. Kun je kort samenvatten wat er de afgelopen periode is veranderd en verbeterd? Dat is een heleboel. Ja, ik denk dat het bestuur wat hier de laatste jaren hun werk gedaan hebben, dat we eerst eens moeten zeggen dat ze van een niet financieel gezond evenement weer een gezond evenement hebben gemaakt qua financiën. Daar zijn we erg blij mee, zeker juist in deze moeilijke tijden. Maar ik denk sport gezien, na het concourspiek toegezien, denk ik dat we vooral met de all-weatherbodem een enorme inhaalslag hebben gemaakt. Eerst eens hier in de hoofdring, daarna ook nog in de warm-up. En dan last but not least is denk ik de grandstand gebouw natuurlijk een ongelooflijke toevoeging van toegevoegde waarde aan dit evenement geworden. En ik denk dat het daar zoveel uitstraling heeft gekregen. Daarbij is het prijzengeld in de laatste 9 jaren denk ik van iets van 300.000 euro naar meer dan 700.000 euro gegroeid. Dus ik denk dat er heel veel mooie dingen zijn om naar terug te kijken wat we met bestuur bereikt hebben. Ja, en daarmee heeft het CHL ook inderdaad de positie ingenomen op de internationale kalender van een van de topconcoursen in de wereld. Absoluut in mijn bezieling en vaak zoeken mensen nog een stukje naar erkenning. Maar als ik zeg dat hier de eerste 7 in de wereldranglijst aanwezig zijn, 20 mensen uit de top 30 hier aanwezig zijn, dan hoef ik verder geen erkenning. Dan is dat voor mijn bevestiging dat het concours bijzonder goed ligt bij alle ruiters en bij alle federaties in de wereld. Ja. Je bent zelf topsporter geweest, een winnaar. Is het dan niet ontzettend jammer dat je het EK springen niet hebt binnen kunnen halen? Ja, zeker bijzonder jammer. Maar het heeft denk ik meer politieke redenen als werkelijk eerlijke redenen. Maar nogmaals, ze gaan er in 2017 weer voor. En ik hoop alsnog dat ze dan succesvol zullen zijn. En dan heb ik ook nog steeds het gevoel dat ik ook mijn steentje eraan bijgedragen heb. Ja. En jij gaat een duwtje in de rug geven in jouw huidige functie als bestuurslid KNHS. Ik zou me niet voor kunnen stellen dat het bestuur van de KNHS niet de volledige medewerking zou geven om hier het EK naartoe te halen in 2017. We hebben fantastische ervaring gehad met het EK dressuur hier. Dus ik denk dat iedereen eruit ziet om hier het EK springen in 2017 te organiseren.